Good morning, Zandvoort! Hey! Mooi, 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 mooi. We zijn op de Grand Prix van de Formule 1. Voor het eerst sinds 36 jaar is hij weer in Nederland. En dat allemaal dankzij niemand minder dan Prins Bernhard Junior. De volle neef van de koning en de huisbaas van honderden mensen in Amsterdam. Zijn de mensen hier een beetje blij met dit leuke evenement wat Bernhard voor hen heeft georganiseerd? En zijn ze ook een beetje fan van de prins? Dat gaan we vandaag uitzoeken hier in Zandvoort. Heeft u genoten van de treinreis? Ik sta hier met Max Verstappen. Wat gaat er door je heen? Vreugde. Omdat we hier gewoon op Zandvoort een keimooi circuit hebben. En de laatste races waren wat minder voor mij, maar deze gaan we winnen. Zijn jullie een beetje Prins Bernhard Junior fans? Eerlijk antwoord? Nee, sowieso niet, want hij wil die gasten niet betalen voor die bands. En ik ben er echt een beetje van geschrokken. Gewoon. Dit gaat gewoon om een miljoenen business. En ze laten die gasten die optreden, mogen niet, worden niet betaald. Terwijl heel die evenementenbranche gewoon helemaal in shit zit. Dus dat klan gewoon niet. Ik niet. Waarom niet? Dat is iemand die op geld zit. Die wil wel eens gratis hebben. En zo mag profiteren. We zijn Duitse fans van Max Verstappen. Max Verstappen is een goede driver. Goede racer. Mooie. Zeg maar dat? Mooie racer, denk ik, hè? Maar jij zit toch ook gratis te profiteren van de Formule 1 nu? Nou, belasting hier, hoor. Dit is heel duur wonen. Dit is heel duur wonen hier, hoor. Geloof me. Want wat vinden ze doen voor een Prins Bernhard Junior? Wer is Prins Bernhard? Ik ken nur Beatrix. Ik ken Beatrix. Niet Prins Bernhard. Prins. Jij ziet er wel uit als een echte fan van Prins Bernhard Junior. Zeker weten. Wat vind je van hem? Geen mening. Oh. Ben je wel blij? Ik ben hartstikke blij, want ik ben een lul vandaag. Een beetje fan? Absoluut, absoluut. Van Prins Bernhard Junior? Ja, en ook senior. En ben je ook fan van Prins Bernhard Junior? Ja, echte fan, maar dan puur om de racerij. En daarna weet ik niet genoeg dat hij een heleboel huisjes heeft en dat hij moet werken voor zijn geld. Ja, heeft hij niet heel veel pandjes in Amsterdam? Gaat dat niet rond? Mag dat niet? Nou ja, van mij wel, maar weet je? Ik ken hem persoonlijk niet hoor, het zou misschien een hele leuke gast zijn. Nee, dat is gewoon een grote geldwolf is dat. Prins Bernhard Junior. Hij is een huismelker. Dus ben ik fan van hem? Denk het niet. En zijn bril? Ja, groot. Aanwezig, zeg maar. Ja. Ja, bij jou ook. Ja, bij mij ook, daarom. Ik voel het toch wel een soort connectie. Ja. Is het jullie eerste keer op een Formule 1? Inderdaad, ja. Ja. En wat denken jullie dat je gaat zien straks? Ik denk dat ik oorpijn ga krijgen. En Max Verstappen wordt niet een klein beetje wereldkampioen. Hij wordt gewoon dik wereldkampioen, hè? En die Hamilton, dat is gewoon, die heeft zich bewezen dat hij gewoon onsportief is. En Verstappen moet gewoon, heeft gewoon het recht om wereldkampioen te worden. Klaar. En die Red Bull met die Honda-motor. Huppatee, gaan! Zijn jullie een beetje fan? Van wat precies? Van Prins Bernhard Junior. Oh nee, ik vind zijn bril wel mooi. En wat vind je van zijn brillenkeuze? Want jij hebt wel een vette bril op. Van wie? Van Prins Bernhard Junior. Ja, hij draagt wel gruwelijke brillen. Dat wel, zeker weten. Ja. Ja. En zou je niet liever naar een festival gaan? Ja, ook. Weet je, je kan het combineren, toch? Kan ik naar beide gaan? Nou, dat kan nu niet. Niet, nee. Ja, ik vind het ergens wel een beetje scheef dat dit wel doorgaat en festivals niet. Maar als ik de kans krijg om dit te doen, dan zou ik dat ook wel doen. Maar ik vind het wel jammer dat dan andere evenementen niet door kunnen gaan. Dus dat vind ik wel scheef.
Zouden jullie niet liever naar een festival gaan eigenlijk? Maar hetzelfde, zeg maar, daar ben ik ook wel eens naar. Ja, op zich wel, maar dit is ook super leuk. Ja. Dus ja, komt goed. Dus ja. Oké, top, dankjewel. Doei. Het was hartstikke gezellig bij de Formule 1. Een beetje festivalsferen. We zijn vooral veel Max Verstappen-fans tegengekomen. Niet zo heel veel Prins Bernhard Junior-fans. Maar al met al vond iedereen het toch wel heel leuk dat dit is georganiseerd. Een best goede score. Maar ik ga lekker nu naar het strand kijken.